Nou, hallo, ik ben Martijn Ezendam en ik wil je graag vertellen over mijn getuigenis en ontmoeting met Jezus. Nou, voordat ik Jezus leerde kennen, was het eigenlijk, ik ervoer ook nog niet echt veel emoties. Ja, je hebt eigenlijk wel andere prioriteiten. Zelf doe je andere dingen, toch wel meer zondigen. Je voelde wel dat je eigenlijk in een soort dal zat, waarmee je wel schuldig was over jezelf. En het is toch meer dat je niet echt iemand hebt waar je aan kan vastpakken, wie je echt kan vertrouwen. Dat je eigenlijk niet echt iemand hebt waarmee je echt gewoon samen kan zijn, zeg maar, de hele dag door. De allereerste dienst in onze nieuwe kerk, Rafael, werd ik al... toen kwam een getuigenis van een vrouw en dat deed me al heel veel. Dat sprak me al aan, omdat ze vertrouwen had en ze was helemaal enthousiast. Ja, die donderdag, die 4 dagen daarna, toen werd ik aangesproken door 2 evangelisten op straat van Rafael. En die hadden voor mij gebeden. En die zondag, toen was het doopdienst. En toen gebeurde het. Toen ging ik samen bidden met een spreker. En had ik een definitieve keuze voor Jezus gemaakt. En toen kwam alles los. Emoties, genade, liefde. Ja, alles kwam over me heen, tranen rolden over mijn wangen en toen gebeurde het. Toen wist ik dat dat de kracht van Jezus was. Nou, met mij gaat het nu onwijs goed, want ik heb mij ongeveer 1 week geleden laten dopen. Ik heb dit niet voor niets gedaan. Ik heb gewoon echt beleid en bij mezelf gewoon echt de keuze gemaakt om volledig Jezus te volgen. Om volledig Hem te dienen en om volledig mensen ook over het geloof te vertellen. En om gewoon te vertellen hoe groot en liefdevol hij is. Ja, en ik twijfel nog steeds niet. Het is de beste keuze in mijn leven.